In chemie word allerhande stoffen in een glasbeker geplaas en aan geweldige hoë hitte blootgestel. Naarmate die glashouer verhit, gebeur iets met die stof wat daarin is. Dit smelt, bruis, skiet of brandhelder, afhangende van die samenstelling van die betrokken stof. Een gelijksoortige vuurvaste pot met dik wande word in metallurgie vir die smelt en suivering van metalen gebruik. Een mens noem dit een smeltkroes. Een smeltkroes kan soos volg geïdentificeerd worden. 1. Een houer vir die smelt van metalen teen een geweldige hoë hitte. 2. Een vuurdoop of toets. 3. Of in een figuurlijke sin, een plek of situatie waarin uiteenlopende mensen of dingen meng, mekaar wederzijds beïnvloed en so verandering of ontwikkeling meebring. Hierdie definities is ook bijzonder insiggewend ten einde die werking van die geestelike lewe beter te verstaan. Van deze week val die kollig op enkele redes waarom gelowiges onverwacht stampen en stote beleef. Dit wil sê, getoets word door omstandighede wat de mens noop om te verander en derhalve karakterontwikkeling en groei beleef. Daardie beproevings maak een mens attent op die feit dat God in jou leven werkzaam is en gee jou een idee hoe om toekomstige vuurdope en beproevings beter te hanteer. Wat is die oorsake van die beproevings wat de mens soms in die leven deurmaak? Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat 9 Julie.